RTV Oost wil de discussie over het publiceren van camerabeelden nieuw leven inblazen. Op beelden van bewakingscamera's worden de inbrekers getoond die midden vorige week veel schade aanrichtten en geld en spullen van de eerste verdieping wegnamen. Nou, blijkbaar is het niet toegestaan aan particulieren zeg maar, om, om beelden te plaatsen van bewakingscamera's. Anderzijds constateer ik ook dat justitie eigenlijk niet tot vervolging overgaat, niet handhaaft. En de vraag die bij velen nu leeft is, wat mag wel en wat mag niet en hoe ver kan iemand gaan? Nou, dat lijkt me een journalistieke vraag en die willen wij graag beantwoord zien. Eerder dit jaar liet Privacy Waakhond College Bescherming Persoonsgegevens de tanden zien... en sommeerde onder meer de directie van een Goors verzorgingstehuis beelden van inbrekers van internet te halen. In Hengelo plaatste ondernemer Leenders beelden van een fietsendief. De zaak was snel opgelost. De Almeloze advocaat Oude Bruil wilde al eerder een proefproces, maar de privacywaakhond College Bescherming Persoonsgegevens liet de raadsman weten niet mee te werken. RTVO's riskeert een strafproces op het moment dat ze deze beelden op internet zetten. Daarnaast ben ik er wel blij mee, omdat je op deze manier natuurlijk wel uh, de kans groot is dat je een proefproces kunt krijgen. En ja, als gevolg van dat proefproces wat nu eindelijk eens een keer duidelijk, mag het CBP wel of niet op deze manier optreden, tegen de PR ondernemers. En hier gaat het om. Beelden van de beveiligingscamera van RTV Oost. Midden vorige week op dinsdagavond omstreeks 9 uur. lopen drie jonge mannen met een capuchon op. in het zwart heel rustig achter elkaar langs de opslagruimte van camera's. Daarboven hangt een beveiligingscamera. Vervolgens lopen de mannen langs de voordeur van het studiocomplex. Een van de daders lijkt nog even naar binnen te kijken. En dus is het de vraag of de privacy van deze inbrekers dusdanig is geschonden dat het college bescherming persoonsgegevens reden ziet aangifte te doen tegen RTV Oost.